Uitwerkingen van de opgave draadbruik behorende bij examen 2016 van VWO tijdvak 2. De opgave gaat over samengestelde stroomdraad. Lees eerst het hele verhaal door en kijk wat er gevraagd wordt en denk alvast over de oplossing na. Dus druk eerst even op pauze. Het gaat over de weerstand. De weerstand van zo'n samengestelde draad of eenzelfde draad alleen dan van massief koper. Wat geldt er voor de weerstand? De weerstand kun je op deze manier berekenen. En als je nou die drie zaken, de soortelijke weerstand, de lengte en de doorsnede, naast elkaar zet voor massief en voor een samengestelde draad, dan zie je dus dat massief en een samengestelde draad eigenlijk gelijk is. Ja, want de doorsnede van de massieve draad is eigenlijk gelijk aan de doorsnede van al die draadjes samen. Dus links en rechts is gelijk, oftewel de weerstand is gelijk en dus heeft Fons niet gelijk. De punten inzicht, dat vooral met die doorsnede, daar gaat het vooral om. En de juiste conclusie, vergeet dat niet, hè? Ook erin bij te zeggen dat Fons niet gelijk heeft. Vervolgens, weer een redelijk groot verhaal, lees door en schrijf eventjes de gegevens onder elkaar op. Ja, dan krijg je als gegevens natuurlijk dat het gemaakt is van koper, ja, een materiaalsoort is gegeven. We bekijken naar een maximale stroomdichtheid en die is 3,6 ampère per vierkante millimeter. Dus als een draad een doorsnede heeft van 1 vierkante millimeter, dan kan er 3,6 ampère doorheen. We bekijken een lengte van 1 meter en een samenstelling die is 30 keer 0,1 en die 30 en 0,1. 30 is het aantal koperdraadjes en D is 0,1 de diameter. En als het goed is, heb je dit onder elkaar opgeschreven, waarbij ook nog natuurlijk de gevraagde grootheid is, en dat is R. En R kun je weer berekenen met, ik heb het zo net ook al aangegeven, rho, zorgweerstand, weerstand, maal L gedeelte A. En al deze zaken, die zijn in feite gegeven. De zorgweerstand binas, ja, de lengte was 1 meter, aantal koperdraadjes is 30, en dus oppervlak nog, A is een kwart pi d kwadraat, oftewel, ja, en ik vul voor d het meteen in meters in. Het voordeel van is dat je het oppervlak ook meteen in vierkante meters hebt. Ja, dus je hebt A, je vult het in, maar je natuurlijk zou bijna vergeten, A is natuurlijk voor één draadje en ik moet alle draadjes samen hebben, dus 30 keer. En dat vul ik allemaal in. En je komt op een weerstand van 7,2 keer 10 tot de macht min 7 ohm. Dan gevraagd de maximale spanning die over deze draad moet staan. Nou, spanning wordt gevraagd. Hoe bereken je de spanning? Precies, de wet van ohm. U is I keer R. De maximale spanning wordt gevraagd, dus ik heb ook de maximale stroomsterkte nodig. En de maximale stroomdichtheid weet ik wel. Die is 3,6 ampère bij een doorsnede van 1 vierkante millimeter. En hoeveel vierkante millimeter heb ik? Nou, ik heb zoveel vierkante meters. Moet ik toch nog eventjes naar vierkante millimeter doen. Maar gelukkig is dat niet al te moeilijk. Ja, dus ik heb niet 1 vierkante millimeter, maar ik heb slechts, nou daar staat hij al, hè, een vijfde deel ongeveer. Betekent dus dat die maximale stroomsterkte ook minder is dan die 3,6. Dat vul ik in. Ja, dus ik doe die 3,6 keer de werkelijke doorsnede in vierkante millimeters. En ik krijg dat de maximale spanning is, daar staat die, 6,1 keer 10 tot de macht min 2 volt. De punten. Gebruik van de juiste formule met de juiste zorgweerstand. Weerstand. Inzicht dat ze gebruiken hier dat de weerstand een derde is van een draadje. Dus zij hebben eerst de weerstand van een draadje gedaan en dat keer 30. En in mijn oplossing heb ik dat juist met de doorsnede gedaan. Maar dat is lood om ook ijzer. Het is hetzelfde. En computeren van de berekening. En daarna inzicht dat de I maximaal gelijk is aan die 3,6 keer
het oppervlak. En het oppervlak staat tussen haakjes, vierkante millimeter, betekent dus dat voor dit ene punt, als je A in vierkante meters had gedaan, had je dit punt wel verdiend. Bij het comporteren had je natuurlijk dan niet meer dat punt verdiend. Maar goed, gebruik van U is I keer R en comporteren van de gehele berekening voor die maximale spanning. Oké, lees weer eventjes door en kijk wat er allemaal gevraagd wordt. Gevraagd wordt, wat gebeurt er met de geleidbaarheid? Geleidbaarheid geeft aan dus in hoeverre iets goed de stroom glijdt. En ja, dan snap je natuurlijk wel dat als je draadjes doorknipt, dan zal die geleidbaarheid nooit gaan toenemen. Ja, sterker nog, die wordt uiteindelijk nul. Oftewel, die laatste twee diagrammen, die kunnen niet, want ja, daar zou plotseling hij beter gaan glijden als je draadjes doorknipt. Nou, dat is een beetje onzin. Dan, dit is in feite de situatie. Ik heb een draad met allemaal kleine draadjes erbij en die ga ik doorknippen. Ja, ik ga daar eentje doorknippen, naar vooruit. Ik knip nog één door, maar er zijn zoveel draadjes hier. Ja, dus als ik één of twee doorknip, nou, dan verandert er weinig aan de glijdbaarheid. Oftewel, de glijdbaarheid blijft in het begin redelijk constant en dat betekent dus dat ik diagram A overhoud. De punten in zicht, dat C en D in ieder geval niet kunnen. Die glijdbaarheid die gaat nooit omhoog. En in zicht dat je met zo'n serieschakeling, dat je een paar draadjes doorknipt, dat dat weinig tot niks uitmaakt. Ten slotte komt ook nog het tunneleffect er nog even bij. Ze knippen de draad door en ze laten een heel klein spleetje over. En ze willen kijken van, komt er dan ook nog een tunneleffect bij? En belangrijk is, gegeven dat de afstanden de grootte van één atoom overbrugd moeten worden. Nou, één atoom, dat is in orde van grootte van, en je mag kiezen A, B of C. En voor één atoom, dan zit je in de buurt van een 10 tot de macht min 9. En dat is dan ook het juiste antwoord. Punten, inzicht, ongeveer wat de grootte van één atoom is. En de consequente conclusie, om eerlijk te wezen, ja, niet al te moeilijk natuurlijk, zo'n consequente conclusie. En dit was de hele opdracht dan weer. Bedankt voor het horen en tot horens.